Ja, en met deze grote hit van Owl City. Het is eigenlijk alweer een beetje een oudje. Maar het is de kop er weer af, hè, van deze nieuwe editie van Wild Faith hier op Wild FM. Het is vandaag woensdag de 13e juli. En jongens, wat was het weer een lekker weer vandaag. Vonden jullie het ook? Hebben jullie ook genoten van het weer? Ja? Ik heb heel de dag eigenlijk onder de airco gezeten met werk. Dus ik hoop dat de luisteraar heerlijk buiten zit met een lekker drankje te genieten van de uitzending en het heerlijke weer nog. En jij, Wietse? Ja, ik was vandaag vrij, dus ik heb heerlijk aan het water gelegen. Sorry. Nou, we hebben weer twee mooie uren voor de boeg waarin we gaan praten met een leuke en enthousiaste sportliefhebber die graag via de sport mensen over Jezus wil vertellen. En dan denk je misschien, Jezus, wat heeft hij nou te maken met voetbal en basketbal? En wielrennen misschien? Maar dat gaat Wietse, je hebt hem al even gehoord, die gaat ons daar alles over vertellen zo dadelijk. Wietse, leuk dat je bent, welkom. Ja, dankjewel. Ja, leuk om er te zijn ook. Ja, Joost is op vakantie, maar Marije, jij bent gelukkig wel. Hè? Ja, leuk beter. Dat je er bent. Hè? Doe Joost. Ja, Joost nou, is op vakantie, maar we gaan hem straks toch even stiekem proberen te bellen. Want hij is jarig vandaag. Maar nou, we gaan eens even kijken of we hem even aan de Spaanse Costas te pakken kunnen krijgen. De vaste luisteraar van Wild Faith weet het inmiddels. We beginnen de show altijd met het delen van onze dankbaarheidsmomentjes. Marije, waar ben jij dankbaar voor vandaag? Nou, ik was enorm gelukkig met het feit dat ik vandaag mijn websitebouwer aan de lijn had. En de trouwe luisteraar weet dat ik een nieuw boek heb geschreven. Die in het najaar uit gaat komen. Maar ergens deze zomer gaat de voorverkoop open. En komt mijn website online. Dus dat was echt een beetje een geluksmomentje vandaag. Dat ik echt dacht, yes, we zijn bijna live. En nog even en dan gaan we draaien. Dus dat was echt een hoogtepuntje voor mij vandaag. Wietse, als jij, nou ja, ik kan me voorstellen, je zegt, ik lag heerlijk op een handdoekje langs het water. Ja, dat is wel één geluksmoment sowieso. Ja, en ik had eigenlijk mijn geluksmomentje was gisteravond. Toen gingen we wonen vlakbij de Harijnse plas. Dat is een plas achter ons huis. En gingen we heerlijk met ons gezin s'avonds daar eten. Een beetje een picknick kleedje meegenomen, eten meegenomen. Het was echt genieten. Zo, dat zijn echt de kleine leuke dingen dat je met elkaar even eruit bent en een andere plek en lekker geniet van het prachtige weer. Ja. En dat klinkt al een beetje als vakantie. Ja, echt hoor. Ja, ik moet nog 2 dagen werken, maar dan de kids hebben al vakantie. Dus dat moet je een beetje op inspelen. En ook gewoon genieten van de dag. Ja. Nou, fantastisch dat je vanavond niet je koffer aan het pakken bent, maar dat je hier zit. Yes. Echt heel leuk. En Rien, hoe staat het met jou? Nou, ik over geluksmomentjes gesproken. Ik weet niet of jullie het gisteren ook gezien hebben, maar het beelden van een nieuwe telescoop die de ruimte ingeschoten is, een paar jaar geleden volgens mij al. En die telescoop, de James Webb-telescoop. Nou, dat is zo prachtig, dat soort plaatjes. Foto's van het heelal maakt. Nou, dat, ik vind dat echt fascinerend. En ik vind dat echt geweldig. En die kwam je gisteren tegen? Nou, die zijn gisteren gepubliceerd. Oh, dus als je op internet even gaat googlen. Nou, het zijn bijna schilderijtjes. Je kunt ze bijna ophangen in je huis. Dus vooral iedereen eventjes doen. James Webb telescoop. En dan googlen. En dan, prachtige foto's kom je dan tegen. Ik ga gelijk kijken. even kijken. Nou, we gaan straks even verder. Uitgebreide diepte met Wietse Bezemer, die ons vandaag alles komt vertellen over Athletes in Action onder andere. Maar eerst is het tijd voor deze plaat van Leland. Wietse, yes. Jij bent een sportliefhebber, hè? Ja, zeker weten. Wat is jouw favoriete sport? Favoriete sport is ongetwijfeld voetbal. Maar dan wat doe je dan hier in de studio? Dan moet je lekker thuis achter de buis. Want de Oranje Leeuwinnen moeten zo volgens mij voetbal op. Ja, ik wilde hier zo graag bij zijn. Dus dat, Okay. Ja, zet je meteen een schermpje aan, denk ik. Ja, dat ziet de luisteraar natuurlijk niet. Maar ondertussen ben je gewoon voetbal aan het kijken hier zo. Met een scheef oog. Nou, het zou zo wel kunnen dat je zelf inderdaad naar de Leeuwinnen gaat kijken straks. En met een ander oor luistert naar deze uitzending. Ben je al jong begonnen met voetballen? Ja, ik was echt als kind zijnde al was ik helemaal weg van voetbal. Dus ik weet nog heel goed, ik was 4, 5 jaar en ik zat al echt achter de tv. Maar dan moest ik aan bed. Oh, echt? Omdat het al 8:30 was geweest. En ik wilde zo graag de wedstrijd afkijken. En dat zat er helemaal in. En ik heb echt eigenlijk altijd wel gevoetbald. Een paar andere sporten tussendoor een jaartje voorgehouden. Maar voetbal bleef toch echt mijn echte passie. En hoeveel blessures heb je gehad door de jaren heen? Weinig. Echt? Ja. Ja, ik kreeg wel vaak tikken zeg maar, tegen me aan. Ik was aanvaller. Dus, en ik was vroeger supersnel. Dus dan werd je vaak even tegengehouden. Maar wonder boven geen, wonder. Geen kniebanden nee. Of enkels. Nee, ik heb 1 keer een hersenschudding gehad. Dat kreeg ik een kopstoot van een ander iemand. Dat wilde allebei de bal wegkoppen. En toen raakte zijn hoofd heel hard tegen mijn hoofd aan. En toen werd in 1 keer mijn beeld steeds smaller. En toen dacht ik, oh, dit is volgens mij niet goed. Maar dat is echt de enige ernstige blessure wat ik heb gehad.
En ze zeggen wel eens dat met elke kopbal die je hebt, dat er wel een paar hersencellen afsterven. Ja. Heb je dat ook gemerkt? Of niet? Ja, daar komen we zo denk ik wel terug. Nee. Nou ja, dat is misschien wat je wel herkent. Ja, zeker. Teamsporten zijn zeg maar superleuk als je ervan houdt. En daarin ook, ook echt wel uitdagend om gewoon met elkaar dat doel te behalen, zeg maar, het winnen. Merk je ook echt dat dat kameraadschap ook echt belangrijk is met sporten als voetbal? Ja, zeker. Ja. Ik heb echt veel verschillende teams gezeten, ook op verschillende niveaus. En we merkten ook van... ik heb ook in een team gezeten waar heel veel individuen zaten die minder echt van die teamplayers waren. En we waren supergoed, alleen waren we geen team samen. En we waren echt ergens onderaan in de competitie. Dus dat is, dan merken we wel van, je hebt elkaar ook echt nodig. En niet alleen in het veld, maar ook buiten het veld. Van dat je samen hecht bent, dat je samen gewoon een team vormt. En als er nu iemand luistert en die zegt, ik geef leiding aan een team. Of dat met teamsport is, of als werkgever, of als teamleider. Wat is dan datgene wat je geleerd hebt, dat je zegt, ja, dat is echt de tip vanuit de voetbal over teams bouwen en dat kameraadschap met elkaar? Ja, hele goede vraag. Ik moet zelf direct denken aan, doe ook leuke dingen buiten het sporten om. Dat merkte ik zelf altijd in mijn teams waar ik in heb gezeten, van juist buiten het sporten om, geef een keer bowlen met elkaar of voetbal kijken. Dus juist de dingen buiten het sporten om, daar bouw je echt relaties op met elkaar. En dat... Dan merkte wel dat heeft ook impact voor het team zelf om samen hechter te worden. En te vormen tot een team. Ja. Mooi man. Die nemen we allemaal ter harte. Ja, toch? Dus naast de keihard gaan voor het doel, voor die doelen die je wil bereiken, ook echt tijd hebben voor ontspanning met elkaar. Zeker, ja. En je zei, ik vanaf het moment dat ik 4, 5 jaar was, ja, was ik volle bak bezig met voetbal kijken. Moest ik om 9:30 naar bed. Vond ik echt super balen. Want eigenlijk wilde ik gewoon alles meekrijgen van voetbal. Was je het ook al zo jong toen je zelf ook op voetbal ging? Nee, dat was iets later. Mijn ouders vonden het eerst een beetje van, dacht, nou, het is een wat brute sport. En mijn broer en mijn zus zaten op volleybal, dus dat is wat ja, lieflijker. Je hebt geen contact. Ja, precies. Ja, je hebt geen fysiek contact met elkaar. En, maar ik was denk ik 9 toen ik op voetbal ging. En ik ging na de training of voor de training ging ik weer voetballen met vrienden. Dus ik was eigenlijk altijd al wel met voetbal bezig. Had je topvoetballer willen worden? Ja, zeker. Ja, mijn droom was echt om bij Ajax te voetballen. En volgens mij kan ik dat niet zeggen. Hij gaat echt shine. Hier mag je het zeggen. Ja, en dat was echt mijn grote droom. Ik dacht van, ik wil bij Ajax voetballen. En en mijn grote voetballiefhebber was Ronaldinho. Ik dacht van, ik zag hem altijd genieten tijdens het voetballen, tijdens de wedstrijden. Ik dacht dat er komt een dag dat ik daar ook ben, maar dat is helaas niet geworden. Nee. En was dat omdat je, want je voetbalde altijd. Ja. Was het dan zeg maar dat je merkte, eigenlijk zit het er niet in, ben ik niet goed genoeg? Of wat was die factor dat je zei, ik heb het nooit behaald om bij Ajax te voetballen? Ja, ik was wel, ik kon wel zeggen, ik was wel echt wel redelijk goed. Ik had echt een bepaald niveau, maar er waren zoveel andere jongens die nog beter waren, die ander inzicht hadden. En dan merkte ik ook van, je moest echt ingangen hebben bij een club om daar naar binnen te komen. Dus dat, dat zat er helaas niet in voor mij. En volgens mij is het ook een hele harde wereld, die voetbalwereld, of niet? Ja. Die profwereld voor voetballers, volgens mij is dat echt een bikkelharde wereld. Ja, ik hoor wel eens verhalen. Ik ken ook wel wat profvoetballers. Ook vanuit mijn werk sta ik ook wel in contact met profvoetballers en die, of ex-voetballers. En die vertellen ook echt wel dat ze qua dieet tot aan de tijd buiten het sporten om, alles wordt geregeld voor hun. En in het sporten zelf ook het hele stuk presteren. En toch wel moeten. Ja, als je profvoetballer bent, staat je echt je hele leven. Hè? Dus niet alleen die wedstrijden of de trainingen, maar je hele leven staat in het teken van die voetbal. En dat is ook de vraag of je dat er dan voor wil geven natuurlijk. Ja, als kind zijnde dan zag ik dat allemaal nog niet. Dus ik dacht, ik zag alleen zeg maar het stukje op tv wat daar gebeurde. Maar ik denk wel, achteraf ben ik ook wel blij met deze weg wat ik zelf ben gegaan en waar ik nu ben, dat zeker. Hey, en was dat ergens wel een teleurstelling toen je merkte van, die gasten die ik dan omheen zie, die hebben net wat meer ander inzicht. Of ze hebben dan net wel de contacten of worden net wel gescout. Gewoon omdat ze gewoon een goed moment hebben als de scout er is. Was het een teleurstelling voor je toen eigenlijk die droom verdween? Of verdween die droom vanzelf een beetje op de achtergrond? Ja, het ging heel geleidelijk. Ja, op een gegeven moment was ik ook wel realistisch. Dacht ik van, ik kom er niet. Hey. Dat niet bij mijn kwaliteiten. En dat, ik dacht ook van, op het amateurniveau heb ik echt wel hoog niveau kunnen aantikken. En dat was voor mij ook echt voldoende. Dacht, dit is waar ik ook plezier in heb.
En waar ik van geniet. En dat is voor mij het belangrijkste. Ja, en daarna is er nog heel veel gebeurd in je leven. Ja. Ergens in je tienerjaren. We gaan er straks naar luisteren. We gaan eerst lekker even de muziek weer in. We praten in deze uitzending van Wild Faith met Wietse Beesema, onder andere over sport. En wil je nou meepraten? Of heb je nou een bericht dat je ons, nou ja, wil toevertrouwen? Misschien heb je een vraag. WhatsAppen, dat kun je doen naar 06-3939-2050. Ik zal het even herhalen. 06-3939-2050. En ik zou zeggen, sla hem vooral ook even op in je telefoon. Dan kun je ons altijd bereiken. En we zijn altijd benieuwd naar jouw verhaal. Gewoon datgene wat je te melden hebt. Misschien zeg je wel, hè, die goodness waar Toby Mac net over zong. Daar wil ik wat over delen. Ik heb ook een geluksmomentje vandaag. Kom dan maar door. Nou Wietse, we hadden het net over jouw voetbal. Je passie voor voetbal. En we eindigen eigenlijk het gesprek van ergens. Ja, aan het eind van je tienerjaren was je en lekker aan het voetballen. Maar misschien ook wel een beetje op zoek naar meer dan alleen maar het sporten in je leven? Ja, ja zeker. Ja. Ja, sporten was een gedeelte van mijn leven waar ik echt helemaal in op kon gaan. En tegelijkertijd, echt in mijn tienertijd, was ik ook op zoek van wat is er nog meer in het leven? En ja, ik geloof alle tieners zijn op zoek ook gewoon van wie ben ik nou precies? En wat kan ik allemaal? Je zit op de middelbare school, daarna moet je een studiekeuze maken. Dus er komt heel veel op je af tegelijkertijd. En dat je ook wel aan het nadenken bent van maar wat wil ik in mijn leven? Waar wil ik naartoe? En in mijn tienertijd was ik daar ook heel erg naar op zoek. En tegelijkertijd, ik ben super nieuwsgierig ingesteld. En vooral mijn tienertijd was ik ook heel benieuwd van wat is er nog meer in het leven? En ging ik eigenlijk op ontdekkingsreis. En wat ging je allemaal verkennen? Ja, ik kom zelf oorspronkelijk van uit een christelijk gezin. Dus mijn ouders echt heel veel waarde aan samen ook naar de kerk toe gaan. En voor mij bleek dat echt, ik vond het maar een beetje saai. En ik dacht van dit is niet de plek waar ik, waar ik iets mee wil gaan doen. En vanuit mijn voetbalteams had ik echt heel veel soorten vrienden die helemaal niet gelovig waren. En die juist hele andere normen en waarden ook hadden in hun leven. En ook een andere levensstijl hadden. Wat vonden zij dan bijvoorbeeld belangrijk? Zij waren bijvoorbeeld heel erg. Ik had vrienden die bijvoorbeeld drugsgebruik heel normaal vonden. En dat ook sommigen zelfs van huis uit meekregen. Ook van weet je, als je het maar met mate doet. En dat was bij mij echt not done. Dat was echt drugs. Dat was sowieso al een taboe. En voor mij was dat ook wel, omdat het een beetje not done was, dacht ik van maar waarom precies? En dan ging ik toch vanuit mijn nieuwsgierigheid ook het maar eens gaan proberen. Van maar wat is het nou precies? En en dat was voor mij wel echt een route in mijn leven geweest. Waar ik steeds meer in ontdekkingsreis ging. Van oké, dan heb je drugs. En op een gegeven moment, je kreeg een bepaalde kick van. En ik kreeg ook steeds meer andere vrienden om me heen. Ik dacht van er komen steeds meer mensen op de plekken waar wij aanwezig zijn. We waren vaak in voetbalkoortjes te vinden. Gingen we lekker voetballen, muziek aan, scootertjes erbij, een beetje roken. En dat was op een gegeven moment echt mijn plek geworden. Waar allemaal mensen van buitenaf ook naartoe kwamen. Ik dacht, dit is het. En maakte dan ook, inderdaad, dat je dacht, dit is het. Gewoon, eigenlijk waren jullie gewoon het populaire groepje jongens. Waar iedereen op aan wilde haken. Het was gewoon de plek waar je moest zijn. Ja. Voor een beetje lol, voor plezier met elkaar. Ja, en ik dacht echt oprecht van, dit is het. Dit is wie ik ben. Dit is wat ik wil gaan doen. Lekker hangen met vrienden. En tegelijkertijd was er ook nog een heel ander stuk van, ik zat op de middelbare school. Ik moest ook naar school toe gaan. En mijn HAVO-opleiding helemaal voltooien. Ging dat dan, zeg maar? Want als je het liefst in een voetbalkooi hangt met een beetje roken, drugs, vrienden hangen, dan komt er misschien niet zoveel van je schoolwerk. Nee, klopt. Ja, ik had ook heel vaak dat ik niet naar de lessen toe ging. En dat mijn ouders weer gebeld werden van, we missen Wietse. En dat was op een gegeven moment echt een gewoonte geworden dat mijn ouders ook echt zeiden van dit kan zo niet langer. En school zei ook van dit kan zo ook echt niet langer. En gaf dat veel conflicten thuis? Ik kan me voorstellen dat het niet dat je ouders gewoon zeggen, zo kan het niet meer langer verder. Maar dat je echt gewoon merkt, ergens verlies je dan ook de verbinding soort van. Of heb je dan die conflicten thuis, door je nog meer wellicht denkt van doei, ik vertrek, ik ga lekker voetballen. Ja, we hadden echt wel wat spanningen thuis en conflicten. Omdat mijn ouders heel graag, die hebben ook het beste voor me. En die zeiden van school is ook zo belangrijk. En ze baalden ook van mijn dat ik de lessen miste. Dat ik andere keuzes maakte. En dat zorgde voor spanningen thuis. Waardoor ik echt dacht van ik heb een vluchtweg, een uitweg nodig. En dat was de plek op het voetbalveld, de voetbalkooi. Bij mijn vrienden daar. En merkte je dan ook, je was ook aan het experimenteren met drugs.
Ja. Werd het dan ook een beetje iets waarvan je merkt, oh, als ik dan drugs gebruikte of als ik ging roken of gewoon daar was, dan werd ik even niet geconfronteerd met die narigheid thuis? Ja, ja, het was echt een even een moment weg van de realiteit waarin ik in zat. Om me goed te voelen. En dat was een uitweg van huis. Terwijl ik het thuis echt goed had. En ik had het eigenlijk ook, als je kijkt voor wat ik allemaal thuis had. En heb nog steeds natuurlijk. Van dat is een mooie warme plek. En toch merkte ik ook van buiten een bepaalde prestatiedruk. Van oké, je moet je opleidingen gewoon goed afmaken. Je moet goede cijfers halen. Je moet aanwezig zijn. En er kwam echt wel een druk om me af. Dat ik dacht van nee, maar dat wil ik helemaal niet. En dat kan ik misschien niet. En er kwam ook een stukje faalangst naar boven. Dat ik dacht van hé, ik wil me wegvluchten naar de plek. Naar een andere realiteit. Een soort van tweede leven wilde ik gaan creëren voor mezelf. Om daar juist mezelf te zoeken. Te kunnen zijn, dacht ik. Ik denk dat veel mensen zich erin zullen herkennen. Of in ieder geval jongeren om zich heen kennen die waarvan ze wel eens zorgen hebben. Hadden je ouders wel zorgen om jou? Ja, heel veel. Ja, ja. Ik heb zelden mijn ouders, of vooral mijn vader, in tranen gezien. Maar er was één moment dat mijn vader echt in tranen was. Die zei van, Wits, dit kan zo niet lang, hè? Want wat was er gebeurd? Ja, ik had, doordat ik zeg maar ook ervoor zorgde dat ik naar school ging. En ik had ook nog een baantje ernaast. Maar ik wilde zo graag bij de voetbalkooi aanwezig zijn. En mijn vrienden ontmoeten. Dat ik heel veel leugens ging vertellen. En dat ik echt een tweede leven leidde. En dat zorgde echt voor een flink conflict thuis, dat ik niet eerlijk was. En dat raakte mijn ouders heel erg, ja. Wow. Maar hoe kan dat nou, Wietse? Want als ik jou zo zie, dan zie ik een hartstikke vriendelijke, eerlijke, brave jongen voor me zitten. Hoe kan het dan dat je zo'n dubbel leven leidde? Ja, ja, nu ben ik echt, ik vind mezelf ook echt netjes, zeg maar, als ik mezelf terugkijk. Ja. Als ik soms ook dit verhaal vertel. Op schaal 1 tot 10, hoe netjes ben ik dan? Ja. De ideale schoonzoon ben je volgens mij, toch? Of niet? Ja, mijn schoonouders zeggen van wel. Yes. Ja, nee. Maar ja, ik ben heel erg veranderd, hoor, in de afgelopen jaren. Maar in mijn tienertijd, als ik ook naar foto's terugkijk, je ziet ook mijn ogen, die zijn wat, die hangen wat meer. En ik kijk echt wat meer, soort van, ik weet niet of het nou een beetje net cool is uit mijn ogen. Maar je zag in ieder geval niet dat ik gelukkig was. En dat straalde ik ook echt wel uit. Als je dat ziet, wat doet dat met je? Ja, dan voel ik wel weer van, oeh, vroeger zat ik echt niet lekker in mijn vel. En ik zat echt wel, ik was echt wel ver weg van gelukkig zijn. En dat, dan heb ik echt een soort medeleven met de jongen van toen. Dat ik denk van, oh man, als ik nu zeg maar wist wat ik nu allemaal weet. En ik kon het je geven, had ik het je zo graag toen al gegeven. Wat zou je jongeren jou zeggen? Dus als je nu iets kan zeggen tegen jezelf toen je 16 was of toen je 18 was, wat zou je dan zeggen? Dan zou ik zeggen, dat is een hele goede vraag. Ik denk toch wel van, hey, er is, het gaat ook goed komen. Er is veel meer, voor mij leek echt de kleinste dingetjes al enorm grote issues. Grote onderwerpen. En ik had echt niet geleerd om te praten over als ik ergens mee zat of als ik iets ergens doorheen ging, dat ik was niet gewend om te gaan praten. En dat heb ik wel echt geleerd. En dat ik merk van door te gaan praten worden dingen die ik eerst voorheen heel groot achtte, dat ik dacht van, oh, dit is zo'n groot issue voor mij. Dat bleek uiteindelijk ook niet zo heel groot te zijn. En dat er veel meer mensen om me heen zijn die me ook wilden steunen. Maar het heeft wel te maken om door jezelf open te stellen, te gaan praten. En dat vond ik echt moeilijk, hoor. Ja. En gebeurde dat op het moment dat je vader in tranen zei, Piet, zo kan het niet langer meer? Nee, toen zelfs nog niet. Nee, ik had echt mijn hart helemaal verhard. En ik dacht, ik ben een jongen. Ik mag niet huilen. En ik mag ook niet even mijn emoties uiten. Ik had een bepaald beeld daarvan. Ik weet ook niet waar dat vandaan is gekomen. Maar ik was vroeger echt hard voor mezelf. Dat ik daarin ook mezelf niet toeliet om te gaan praten. En dat is naarmate de jaren ook wel veranderd. Door op een gegeven moment, dan moest je ook wel gaan praten. Omdat ik me ook wel niet lekker in mijn vel zat. Dat was kwam later. Als je zo het een beetje schetst, dan voelt het een beetje, of lijkt het een beetje alsof dat je echt verward was. Enigszins door die prestatiedruk die je ervaarde van, ik weet helemaal niet of dat ik dat wel kan. Maar dan dus, in plaats van dat dus onder ogen te komen, dat je het liefst eigenlijk weg wilde vluchten. Ja, ja, klopt. Dat was voor mij eigenlijk de enige weg. Ik dacht van, ik durfde het ook niet te gaan feesten. Dat ik dacht van, ik ga er tegenin. Ik ga erover praten of ik ga er iets mee doen. Het enige wat ik dacht van, wat ik kon doen, is de plek met mijn vrienden bij de voetbalkooi. Dat is mijn
tweede thuis. Dat werd echt mijn thuis ook. En daar, ja, daar hoef je ook niet te praten over van alles. En iedereen had wel een eigen verhaal. En je kon gewoon jezelf zijn. Ja, een beetje ja, je emoties uiten door te gaan voetballen. Of door ja, te gaan drinken of te gaan roken. Om daar een beetje van weg te gaan. Ik zit op het puntje van mijn stoel om te horen hoe dat verder gegaan is. Nou, als je goede muziek wil horen, dan moet je zeker Reijer even opzoeken via Spotify. Hij heeft echt onwijs veel vette nummers. En You Make Me Brave. Nou, we hadden het net over eigenlijk de confrontatie aandurven gaan met de moeilijkheden in je leven. Of de onzekerheid of de prestatiedruk. En ik zat echt op het puntje van mijn stoel van Emma, hoe is jouw verhaal dan verder gegaan, Wietse? Maar ergens denk ik dat iedereen die luistert dat wel herkent. Ja. Dat je ergens in je tienerjaren merkt, oh shoot, komt zoveel op me af. Hoe deal ik daarmee? Ja. Is dat ook wat je hebt met de gesprekken die je hebt met jongeren of met anderen? Dat mensen zeggen, hey, ja, dat herken ik ook echt. Ja, ja, ik werk veel met jongeren. En echt vrijwel elke jongere die kent het wel. Van ook in deze maatschappij zijn we zo opgericht op te moeten presteren. En er is zoveel om je heen wat ook wat er allemaal op je afkomt. En wat je allemaal kunt gaan doen. En ja, vooral tieners zijn nog zo in ontwikkeling ook van zichzelf. En dan merk je wel dat er zoveel jongeren zijn die ja, eigenlijk een soort van kortsluiting, kun je wel zeggen, krijgen. Van oké, maar wie ben ik? Wat ga ik doen? En dat, ja. Maar hoort het er ook niet gewoon een beetje bij die fase? Hè? Dat iedereen inderdaad dat heeft. He, je bent niet echt een kind meer, maar eigenlijk ben je nog wel een kind. Je bent ook nog niet volwassen. He, je weet niet wat voor studie je moet gaan doen. Je weet niet nou ja, hoe het leven zich voor je gaat ontvouwen. Dus het is een hele verwarrende tijd. Hoort het er ook niet gewoon een beetje bij? Dat iedereen daar op meer of mindere mate mee te dealen heeft? Ik denk het ergens wel, hè? Ja. En iedereen gaat er ook weer anders mee om. Iedereen heeft ook weer de keuzes van hey, wat kies ik wel, wat kies ik niet. Welke kant ga ik wel of niet op. En het is ook wel een hele mooie periode. Als ik ook bij mezelf terugkijk. Van wat ik in die tijd allemaal heb geleerd. Want het was echt niet allemaal makkelijk. En ik zat echt wel diep. En tegelijkertijd heb ik daar, als ik nu ja, naar terugkijk. Van er zoveel van opgestoken. Zoveel van geleerd ook. En dan kan ik ook weer anderen mee helpen. Want wat heb je geleerd? Ik had ja, geleerd in de tijd dat ik gewoon helemaal niet lekker in mijn vel zat. En ja, ik had heel veel vrienden om me heen. Maar van binnen voelde ik me toch heel eenzaam. Heel gek eigenlijk. En dat ik heel ongelukkig was. En ik heb daarin geleerd van... ja, daar kan ik zo meteen ook op terugkomen van hoe het in één keer is veranderd. Maar dat ik er nooit alleen voor stond. En dat, ja, dat ik zoveel meer in me heb om te kunnen gaan doen dan ik op dat moment zelf dacht. En dat, dat er altijd een uitweg is. Dat heb ik wel echt geleerd. Zo, wauw. En dan ben ik natuurlijk reuze benieuwd. Wat heb je dan geleerd? En hoe heb je dat dan ontdekt? En wat was dan die uitkomst die je daarin zag? Ja, het is een heel verhaal, maar ik zal het kort houden. Vanwege de tijd. Maar ik ben zelf in 2014 had ik een tussenjaar genomen. Ik had een aantal studies geprobeerd om te gaan volgen. Dat was allemaal helaas niet gelukt. Ik wist ook überhaupt niet welke studie ik wilde gaan volgen. Ik had allerlei soorten studies, drie studies gekozen. Hele andere richtingen. En alle drie had ik ook geen motivatie om daarmee verder te gaan. Een soort van keuzestress. Van ja. Ik ga dan dit maar doen en dan dat maar doen. En dan... Ja. Ja, je hebt ook tegenwoordig zoveel soorten studies. Echt meer dan 500 volgens mij wat je kan volgen. Ja, ik heb een coachpraktijk waarin ik jongeren zoals jou dan help om de juiste studiekeuze te maken. En per niveau kun je 1600 verschillende studies kiezen. Kijk, ja. Dat is meer dan 500. Echt, ja. De keuze is reuze. Dat is fijn inderdaad om iemand te hebben die even van buitenaf kan meekijken. Die kan zeggen van, hey, hier ben jij volgens mij goed in. Hier liggen jouw passies. En, ja. Want na die derde studie, wat zeg maar, nam je een tussenjaar? Wat ging je doen? Dat had ik een tussenjaar genomen en toen dacht ik van, weet je wat? Ik ga lekker een heel jaar werken. Ik ga daarna een vakantie boeken naar Curaçao. Er waren een paar vrienden van mij die werkten daar. En ik dacht van, oké, ga ik daar naartoe? En dat is lekker zo'n feesteiland. Ik zat helemaal in het feestleven. Ik dacht, dat is echt... geweldig. En dat is eigenlijk ook, als ik op terugkijk, waar we net over hadden, een stukje een wegvluchten van de realiteit. En ja, tegelijkertijd dacht ik ook van, oké, dan heb ik zo'n mooie feestvakantie geboekt. Dan wil ik eigenlijk ook iets goeds doen voor andere mensen om me heen. Dus ik wilde vrijwilligerswerk gaan doen. En puur eigenlijk voor mezelf, omdat ik dacht van, oké, als ik een ander help, dan voel ik mezelf misschien beter en goed. En toen ben ik via uitgekomen dat ik heel erg van sporten hou. Kwam ik uit bij Athletes in Action. En dat is een christelijke sportorganisatie. En ze hadden reizen naar het buitenland om juist met kansarme jongeren die het echt niet breed hebben, om te gaan sporten, om ook de liefde van God te delen met hen.
Maar jij had helemaal niks met God, zei je. Nee, zeker. Dat heb ik zelfs nog gestuurd. Ook, ik wil heel graag mee. Brazilië, geweldig. 2014, tijdens het WK. En ik dacht, van dit is echt een droom eigenlijk die voor me uitkomt. Om daar te mogen zijn. Je gaat ook helemaal shinen. Ja. Alleen ik had helemaal niks met God. Met geloof überhaupt niet. En toch zeiden ze van, weet je, we hebben nog een plekje over. Kom gezellig mee. En je bent welkom. En tijdens die reis, omdat het een christelijke organisatie is, gaat ook heel erg over de liefde van God. En ze wilde de liefde van God uitdelen. En voordat ik het kon uitdelen, ja, raakte het mezelf heel erg. Dat juist er een God is die mij gemaakt heeft. Die mij de waarde van mij ziet. Die niet zegt van, hey Wietse, de keuzes die je hebt gemaakt. Je hebt het niet zo goed gedaan. Dus ik kijk even een andere kant op. Of dat je ongelukkig bent. Ik kan er niks mee doen. Maar dat God mij speciaal heeft gemaakt. Met ook een plan. En ook met een waarde die niet verandert. Die niet minder wordt. Die ook niet meer wordt. Dat ik gewoon altijd dezelfde waard ben. En dat raakte mij zo tijdens die reis. Dat ik echt dacht van, hey, dit is iets wat ik helemaal nog niet kende hiervoor. Omdat ik juist dacht van, ik moet iets doen om geliefd te zijn. Ik moet iets doen om die waarde terug te pakken. En dat ontdekte ik juist. Van dat ik helemaal niets voor hoef te doen. Maar dat juist is, ja, dat God dat al heeft gegeven. En als het goed is, hebben wij nu contact met Spanje. Klopt dat? Ja, zeker, Rien. Een hele goede avond. Een hele goede hier avond, vanuit Joost. De Sunrise, vanuit Costa de Mar. Ja, luister eens, Joost. Speciaal voor jou. Daar komt hij dan. Ah, daar komt hij. Want je bent jarig natuurlijk vandaag, Joost. Nou, het is mijn oudejaarsavond eigenlijk. Oh, het is je oudejaarsavond. Oh, je bent morgen pas jarig. Dus we zijn eigenlijk een beetje te vroeg. Moet ik eigenlijk de muziek weer weghalen natuurlijk. Maar hey, alvast ontzettend gefeliciteerd. Verjaardag. Dankjewel. Hoe oud ga je worden, Joost? Nou, ik ga de leeftijd van... 50. Nou. Gelukkig blijf ik nog een beetje jong met 45. Okay. Goed man. Ja, we gaan Route 45 inslaan morgen. Hey, en hoe is het om Jan je verjaardag te gaan vieren op de Spaanse Costa's? Nou, dat heb ik dus nog nooit gedaan. Ik ben al in Frankrijk, in Oostenrijk, in Duitsland, in Nederland, België jarig geweest. Maar nog nooit in Spanje, dus dat is morgen... Eens even kijken of dat zonnetje net zo goed schijnt als vandaag. Met een zonnig dagje in ieder geval. Maar dat is het in Nederland waarschijnlijk ook. Ja, het is hier heerlijk zonnig, Joost. Je had helemaal niet op vakantie hoeven gaan voor een beetje zon. Ja, dat is waar, ja. Maar ja, goed, we zitten helemaal in het Spaanse leven hier. We lopen mee met de locals, lekker laat eten. Dus we zijn net eigenlijk pas klaar met het diner. En dat heb ik met drie dames thuis, die willen shoppen. Dus we lopen nu nog door een heel druk straatje hier. Maar het is wel een bijzonder mooi vestingstartje waar we op bezoek zijn geweest vandaag in de Blue Witte. Nou, prachtig. Mis je nou op deze woensdagavond ook een beetje Wild Faith? Of hoe zit dat? Ja, ik heb wel een beetje heimwee vandaag om net voor 8 een beetje trillend te denken. Nu moet ik live gaan, want nu vanavond normaal gesproken zit ik met Marije of soms met Rien natuurlijk live in de uitzending. En dat was eventjes even afkicken, ja. Nou, we redden het heel goed zonder jou, Joost. Dus je kunt een heerlijke vakantie zijn. Ja. Het stelt me zeer gerust, lieve collega's. En, jullie maken er een mooie show van, waarschijnlijk. Met een fantastische gast vanavond weer. Dus dat jullie daar ook heerlijk van mogen genieten samen. Om lekker radio te maken en de luisteraars te verrassen vanavond bij Wild Faith. Ja, nou wij proosten vanavond nog even op jouw verjaardag pas vanmorgen. En ik zou zeggen, geniet van je oudejaarsavond nog even. En ook van de eerste dag van je nieuwe jaar morgen. En tot snel zou ik dan zeggen. Ja, dank jullie wel. En jullie heel veel succes nog met de uitzending. En tot over een paar weken voor de luisteraars. Want dan neem ik het stokje over van jullie. Als jullie heerlijk gaan genieten van een welverdiende vakantie. Is goed. Hey, groetjes aan Joost. Joost, zeker. Ja, ik krijg heel veel zin om te gaan hardlopen. Maar ja, ik zit vanavond in de studio. Maar dit is echt wel de perfecte muziek om lekker op de beat lekker mee te lopen. Hey, we hebben het vanavond ook over sport. Dus over hardlopen gesproken en... volleyballen en voetballen, iets is van alle markten thuis. Hey, je vertelde net over 2014, Brazilië. Ja. Elke voetballiefhebber die denkt, ja, Brazilië 2014, ik weet het nog. Ik weet het nog zo goed, ja. Voor jou was het ook onvergetelijk. Jij was in Brazilië en daar gebeurde iets bijzonders. Ja, en het bijzondere is dat voetbal echt een bijzaak werd tijdens die reis. Dus dat is al heel indrukwekkend.
En ja, tijdens die reis ontdekte ik wat ik net ook deelde over de liefde van God. Wat ik altijd dacht van, oh, dat is heel ver weg en dat is heel algemeen en oppervlakkig. Maar het raakte me echt persoonlijk. Het kwam dichtbij en het kwam echt in me, zeg maar. Zet het je leven op z'n kop? Ja, zeker. Ja. En ik leg het eigenlijk altijd uit aan mensen. Van dat je kan het ook vergelijken met een briefje van 50. Als je het helemaal verkreukelt en op de grond gooit en erop stampt. En als je dat weer oppakt, dan de waarde blijft precies nog 50 euro. En je kan nog steeds hetzelfde mee kopen als ervoor. En sowieso zorg ik ook echt dat God zo naar ons kijkt. Dat wij hetzelfde waard zijn. En als hoe kapot we ook zijn of welke kreukels we ook hebben in ons leven of kennen. Misschien verkeerde keuzes die je zelf hebt gemaakt of dingen wat jou is overkomen. Waardoor je soms echt denkt van, oh, ik ben het allemaal niet waard of ik voel me niet oké. Dat God echt daar dwars doorheen kijkt en jou juist bevestigt in wie je bent, dat je geliefd bent. En dat ontdekte ik tijdens die reis. En dat het bijzondere was dat ik altijd had gedacht van, oh, je moet dingen gaan doen voor God. Je moet eerst je levensstijl veranderen, andere keuzes maken om bij hem te kunnen komen. En ik leerde juist dat God er eigenlijk altijd al was. Ook in de discotheek was hij er al. En God wachtte altijd op een moment, zo'n gentleman, om ja, te wachten totdat ik mezelf ging omdraaien en in zijn armen zou vallen, als het ware. Dat ik eigenlijk daar niets voor hoefde te doen. Dat hij er altijd al was. En dat het enige wat ik hoefde te doen was te kiezen voor hem. En dat was op een gegeven moment. Er kwam weer vreugde in me terug. Er kwam weer het geluk kwam in me terug. Mijn ogen gingen echt weer letterlijk anders staan. Als je kijkt, vergelijkt met de foto's van vroeger en nu en toen, zeg maar. Vanaf dat moment, van je ziet in één keer weer het leven in mijn ogen terugkomen. En dat was zo bijzonder dat ik dacht van, dit is het. Dit is wie ik ben. En dit is, hier wil ik iets verder mee gaan doen. En dat veranderde me echt, dat ik dacht van, oh ja, het WK is ook nog in Brazilië. Dat was dan nog een bijzaak. Ja. Hey, maar ergens in het begin van het interview vertelde je van, hey, ik was heel erg zoekende wie ik was. Ja. Maar het klinkt alsof dat je daar in Brazilië soort van jezelf vond. Ja, zeker. Ja, het was allereerst gewoon ook de bevestiging in dat ik genoeg ben zoals ik ben. Dat ik goed ben zoals ik ben. Dat ik daar niet iets speciaals voor hoef te doen. Dat was al echt een hele last die van me afging. Maar ook waar ik helemaal in zat, het wereldje. Dat God zoiets beters voor mij had en juist perspectief voor mij wilde geven. Om juist ook datgene te gebruiken waar ik van hou, waar ik goed in ben in sporten. Om daarmee ook iets te gaan doen. En dat was voor mij echt een eye-opener, dat ik dacht van, maar ik kan dus sporten en daar iets met mijn leven mee gaan doen. En dat is wel een verandering geweest in mezelf, maar ook in wat ik mag gaan doen. Ja, wel bijzonder. Stel je voor dat nu iemand luistert en zegt, ik smacht ook naar die erkenning. Ik worstel met de vraag, mag ik überhaupt wel zijn? Ben ik wel goed genoeg? Of ik heb zoveel kreukels, of ik voel me zo vertrapt door dingen die in mijn leven gebeurd zijn. En je zegt, ja, het was eigenlijk alsof dat God achter me stond en ik mocht hem in zijn armen vallen. Ja. Dat klinkt zo van, ja, maar als ik me omdraai zie ik helemaal niemand staan. Ja. Dus zeg maar, hoe kan iemand dan die zegt, ik smacht daarnaar. Ik zou ook zo graag willen ontdekken, wie ben ik dan? Hoe dan? Ja, dat is een hele goede vraag. En ik denk ook van, ik ken God als een persoonlijke God die voor iedereen er ook op een persoonlijke manier ervoor is. Maar dat je ook, dat ik gewoon weet van, als je op zoek bent naar hem daarin en dat je denkt van, hey, ik wil dat eigenlijk ook eens ervaren. Ik wil ook meer weten van wie ik ben in Gods, door Gods ogen. Dan zou ik vooral gaan zeggen van, spreek het uit. Je hoeft, we noemen het wel eens bidden. Maar dat is eigenlijk gewoon praten richting God. En je zegt van, oké, ik ben op zoek. Waar bent u? En ik zit hiermee dat je ook alles kan uitspreken. Misschien kan opschrijven als dat handiger voor je is. En je zal echt van daaruit, dat was al een hele mooie stap richting hem, denk ik. En dat zou ik ook adviseren. Zoek iemand op die misschien al wel God kent. Om eens samen erover te gaan praten. Van, kunnen we samen eens op zoek gaan. En anders kunnen ze altijd van de zomer ergens het Leads in Action opzoeken. Ja. Om daarin met de sporters, als sportende weg wellicht, over God te praten. We gaan er straks nog meer over doorpraten. En we hebben een heel tof, vrij nieuw item waar we straks het tweede uur mee gaan beginnen. En zoals we altijd zeggen, de tijd vliegt voorbij bij Wildfame. Ja, dus straks gaan we verder praten met Wietse Beesemer. Nou, ik weet niet hoe het jou vergaat, maar als je nu aan het fietsen was, dan ga je alleen maar sneller fietsen. Of als je aan het autorijden bent, kan het zomaar zijn dat je net iets harder rijdt dan de toegestaan aantal kilometers per uur. Maar Hosanna, wat een heerlijk nummer.
We gaan heerlijk in de tweede uur starten met een heel tof item wat we sinds een aantal weken geïntroduceerd hebben. Riet, je neemt ons mee. Ja, Wietse en ik zijn ondertussen zijn we al naar de kelder gelopen van het Wild Fam gebouw. En daar staat hij, Wietse, onze tijdmachine. Wat vind je ervan? Hij ziet er fancy uit. Ja, shiny, hè? Hey, ben je er klaar voor? Ja. Zullen we maar eens eventjes de deur open doen en naar binnen gaan? Ja. Oké, komt-ie hoor. Het klinkt in ieder geval heel spannend. Ik zie ook wat van die knopjes. Ik moet ook in alle eerlijkheid zeggen, Wietse. Het is voor mij de eerste keer. Dus ik weet niet precies hoe het werkt. Dus we gaan het gewoon zien of we weer veilig terugkomen. Maar ik ben wel heel benieuwd waar jij ons mee naartoe gaat brengen. Ja, ik ben heel benieuwd. Zeg het maar. Jij mag kiezen. Jij bent de gast vanavond. Ja. We stappen uit en we komen op een plek duizenden jaren terug in de tijd. En er is een plek. We zien een man Samuel daar zitten. En er is een man die praat met God. En God zegt tegen hem: hé, ga naar een familie toe. En bij die familie zal ik een nieuwe koning voor het volk in Israël aanwijzen. En Samuel denkt van zo, ik ga naar een familie toe. Ik ken niemand. Dus, en God zegt het, laat ik maar op pad gaan. En deze Samuel die loopt door de velden heen. Die loopt over de bergen heen, door de dalen. En hij komt aan bij een familie. En hij ontmoet daar de ouders van een heel groot gezin. En hij komt daar binnen en hij zegt tegen hun van: jongens, ik heb een super bijzondere boodschap. Want God die wil dat er een koning uit jullie familie komt, jullie gezin, een van jullie kinderen, die ik mag salven, zeg maar, tot koning van Israël. Hey, en waarom, er zijn zoveel verhalen in de Bijbel. Waarom is dit nou precies het verhaal dat jij graag met je eigen ogen wil aanschouwen? Nou, ik vind het een heel bijzonder verhaal, omdat wat daar daarna gebeurt. Van dat, in ieder geval Samuel die komt daar binnen. En die ouders zijn enthousiast. In ieder geval kan me voorstellen dat ze denken: wat? Er komt een koning uit ons midden, een van onze kinderen. En ze roepen direct al hun kinderen erbij. En alle broers, alle zonen die komen, die hebben ze geroepen. En de een na de ander die verschijnt, allemaal van die grote sterke kerels. En het bijzondere van het verhaal is dat Samuel zijn eerste indruk is. Eerst komt de eerste zoon binnen, gewoon een grote, stevige, sterke man. Dat hij denkt van dit is hem. En hij loopt er naartoe. Hey, zullen we eens gaan kijken of we hem zien zitten? Volgens mij, want ik zie daar in de verte, zie ik hem volgens mij zitten. Zie je hem? Oh ja, daar komt hij. Ja. Kijk, dat was een super lekker nummer wat we net hoorden. En daarvoor gingen we even terug in de tijd. En nu was het zo dat ergens dat moment was dat die Samuel zag dus een hele grote stoere vent binnenkomen. En hij dacht, dat wordt de nieuwe dat koning. Ja. Maar ja, ik ben natuurlijk wel benieuwd. Was dat zo? Was hij, zeg maar, ook al kwam die zo groot over, degene die God als koning wilde laten salven? Ja, van de buitenkant zou je zo denken, dit is hem. Een hele stoere vent. Maar dat was hem niet. En er kwamen nog andere zonen, andere broers, die kwamen in het rijtje, zeg maar, achter elkaar staan. En Samuel dacht elke keer, dit wordt hem. En elke keer was het, nee, dit is hem niet. En toen dacht hij van, nou, hebben we iedereen gehad. En het bleek dat er nog één zoon was, ergens ver in het veld, voor de schapen aan het zorgen. Zijn naam is David. Ik denk dat veel mensen het verhaal ook al kennen. David is een bekende naam ook. Maar dan komt David binnen en dan in één keer zegt God tegen Samuel, ja, dat is hem. En waarom is dat God zegt van, ik kijk niet naar de buitenkant hoe iemand is of wat hij allemaal kan, maar ik kijk precies naar het hart van iemand, of iemand beschikbaar is en het hart heeft om ook koning te gaan worden. Is dat, zeg maar, een verhaal wat jou ook heel erg raakt, omdat dat misschien wel een stukje jouw verhaal ook raakt? Dat God jouw hart aanzag en zei, Ja, zeker. Ja, vooral omdat ik juist van de buitenkant heb ik het echt verpest. Zo'n beeld had ik echt. Terwijl je God juist er dwars doorheen wilde gaan kijken. En ook kijkt van, hé, maar ik zie je hart. En ik zie dat je wat je in je hebt. En ik weet wie je bent. En ik zie jou wel daar in het veld lopen als het ware. En ik wil jou uitkiezen daarvoor. Dus dat raakte me zeker, ja. Echt een bevestiging. Ja, ik kan me echt zo voorstellen dat het echt zo verwonderend is dat je die ontmoeting die jij echt had met God daar in Brazilië, dat echt je leven op zijn kop zette. Ja. En dat je eens dacht, hè, die God van mijn ouders, want jouw ouders zijn, je bent christelijk opgevoed, ja. Jouw ouders gingen altijd naar de kerk. Dat jij als tiener dacht van, hé, dat moet ik niet, daar heb ik helemaal geen zin in. En dat je ergens dus daar in Brazilië die God van je ouders ontmoet. Ja. En zegt, ja, bij God
vind ik wie ik zelf ben. Dan mag ik zijn, hoef ik niet te presteren. Precies, ja. Dan mag ik gewoon heerlijk mezelf ontwikkelen. Mezelf gekend en gezien weten. En weten dat ik geliefd ben. Ja. Wil je nu dit verhaal teruglezen? De Bijbel bestaat uit 66 boeken. En die 66 boeken zijn opgesplitst in het Oude en het Nieuwe Testament. Nu in het eerste gedeelte van de Bijbel vind je 1 Samuel. En als je dan bladert naar hoofdstuk 16, daar lees je dus dit verhaal, waarin God ook echt zegt tegen Samuel, die profeet was: je hoeft niet te kijken naar het uiterlijk van mensen, maar ik zie het hart aan. God ziet jouw hart aan van verre. Hij heeft je gemaakt en hij kent je als geen ander. En hij zegt: jij bent mijn geliefde kind, jij bent mijn geliefde zoon of dochter en je bent heel erg welkom thuis. Hoe ging het verder in Brazilië? Ja, hoe het verder ging, ik kon het niet in woorden beschrijven, zeg maar, wat ik allemaal voelde op dat moment. Maar ik had wel zoiets van: in Brazilië gingen we daarna nog ook sporten met jongeren uit de wijk. En gingen we juist ook uitdelen van die liefde. En omdat het zo vers ook bij mij was op dat moment, zag ik ook echt wat het ook deed met de kinderen daar. En had ik heel veel vreugde in om dat weer uit te delen. Ja, het waren kansarme jongeren die bij jullie mee gingen sporten in Brazilië. Dat deelde je net in het eerste uur. Maar echt jongeren uit favela's. Kinderen die gebracht werden door moeders die op de hoek van de straat werkten als prostituee. Dus echt jongeren die, zeg maar, wellicht... Je noemde net dat voorbeeld van dat briefje van €50. Ja. Wat verscheurd was, ingescheurd, vies, bij elkaar gefrommeld, zeg maar. Dit waren jongeren allemaal met een grote rugzak aan ellende. Ja. Ja, was er nog hoop voor hun? Ja, nou, zij dachten eerst van niet. En wij wilden juist dat stukje hoop brengen naar hun toe. En we kennen de taal niet. Zij spreken Portugees, wij Nederlands en Engels. Maar we kwamen daar aan en we gingen sporten met deze jongeren. En we merkten juist dat het sporten juist ook weer zo'n verbinding had. Dat het, dat het niet uitmaakte welke taal je sprak. En vanuit de sporten, dat deelden we ook door middel van een talk, gelukkig. Maar deelden we ook over die liefde van God. En je merkte echt dat die kinderen, de jongeren werden aangeraakt. En dat zelfs moeders die hun kinderen kwamen ophalen, we gingen luisteren naar het verhaal en ook dachten van: wow, dit is liefde waar ik naar op zoek ben. En dat had zoveel verandering gebracht bij de mensen daar, dat ik dacht van: dit is iets wat ik wil gaan doen, ook met mijn leven, als ik weer terug ben in Nederland. Omdat ik ook weet van mijn eigen jeugd, mijn eigen verleden, dat wij als jongeren en ook als ouderen, iedereen heeft dat nodig. En dat dacht ik van: hey, omdat ik het heb ervaren, wil ik het ook zelf weer uitdelen. Omdat ik het ook om niets heb gekregen. En wat maakt die liefde van God dan zo bijzonder? Zo anders? Ja, die liefde van God maakt het bijzondere is van: soms kun je van alles voelen. Of dan kun je zo falen in het leven voor je gevoel. Dus denk van, of je helemaal niet lekker in je vel zit. Maar dat God, of dat er eigenlijk altijd één iemand is die naast je wilt staan. Die er altijd is, dat je niet eenzaam hoeft te zijn, maar die je juist steunt, die je bevestigt, die je juist weer op weg helpt. Door als je moeilijke tijden hebt, maar ook als je leuke dingen meemaakt, dat er altijd iemand is die meejuicht en die je support. En dat, dat is wel echt iets wat ik gewoon weet van waar ik heen ga. Ik ben niet alleen en ik weet dat God voor me zorgt en dat is genoeg. Het lijkt als een contrast soort van liefde die voorwaardelijk kan zijn. En je moet presteren, je moet succesvol zijn, je moet goed genoeg zijn, je moet erbij horen. Ten opzichte van liefde die komt als het ware om niet. Ja. Zonder dat je het verdient. Ook al maak je er een potje van. Ook al ben je niet succesvol. Ook al heb je heel veel meegemaakt. Toch blijf je dan waardevol. Is dat het verschil? Ja, zeker. Ja, ja. En wat je ook zegt, daar hoef je helemaal niets voor te doen. Dat is jou gegeven. En het enige wat je hoeft te doen is het te ontvangen. En te accepteren in je hart eigenlijk. En dat, dat is zo'n contrast met de wereld waarin we nu leven. Met alles wat er op je afkomt. En dat heeft echt een verschil gemaakt in mijn leven. En je kwam terug in Nederland en je dacht: dit wil ik blijven doen. Ik wil blijven uitdelen van dat stukje wat ik ontdekt heb in Brazilië. Ja, 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 dus ik kwam terug en ook vrienden van mij die dachten van: wat is er gebeurd bij jou? Gast, En ik dacht ook van: ja, ik wil dat geluk ook niet meer zoeken in alcohol, in feesten, in verdovende middelen. Ik dacht van: ik heb het geluk al. En Ik heb er niks extra's bij nodig. En dat vonden mensen in mijn omgeving eerst heel gek. Ze dachten van: ben je wel helemaal goed in je hoofd, joh? Spoor je wel? En dat, ja, maar je was natuurlijk echt gewoon... Hoeveel weken was je weg geweest? 3. Ja, dus dat je in die 3 weken gewoon eigenlijk anders terugkomt. Dat je zegt: het licht zat weer in mijn ogen. Ja. Ik heb daar gewoon eigenlijk een verandering. Gewoon echt een levensverandering, zeg maar.
Ja, echt. Ja, en dat vonden heel veel mensen heel gek om te zien. En ook wel vrienden van mij die vonden het heel moeilijk. Die dachten van, maar je hecht hier zoveel waarde aan. Het samen losgaan, feesten. En nu hoef je dat niet meer. Maar het mooie was wel van, ze respecteerden me altijd. En ik kon ook weer uitdelen richting hun wat ik zelf had meegemaakt. En kijk, ik wilde het ook niet aandringen. Ik geloof ook niet dat dat de weg is. Maar wel om juist uit te delen van hoe ik het zelf heb ervaren. En dat ik ook zeg van, hé, voor jullie is dat ook. En als je het wilt, weet je, dan gaan we er verder over praten. En het mooie is echt wel dat een aantal jongens daarvan ook daar geïnteresseerd in waren. En die ik vandaag de dag nog steeds spreek. Of wel eens tegenkom, waar hun leven ook zo is veranderd. Zo, dat is echt wel vet. Dat je zeg maar niet alleen maar merkt van, oké, mijn leven is veranderd. Maar dat je dat ook weer door mag delen aan de mensen om je heen. Die gewoon ook dichtbij stonden toen. Ja. En ergens ben je toen in die tijd ook voor Athletes in Action gaan werken. Dus de organisatie waarmee je dus naar Brazilië gegaan bent. Ja. Je werkt daar vannacht de dag voor. En we gaan eerst luisteren naar muziek. Maar dan ben ik ook echt heel erg benieuwd ook naar die organisatie, wat ze doen en alles wat erbij hoort. Eerst heb ik nog heel goed nieuws voor jou, Wietse. Oh. Oranje Leeuwen staan met 2-0 voor tegen Portugal. Kijk. Het wordt beloond om hier te zijn. Doe ze goed, ja. Ja, dat was weer een heerlijk nummer waar we naar konden luisteren. Maar we gaan straks eerst, ben ik benieuwd naar wat de uitslag is van de poll die we deze week weer uitgezet hebben. Dus kom maar met je mening. Ja, dat is inderdaad, zeg maar, elke week zetten we een poll uit via de socials. En dan kunnen mensen reageren. En ja, dat is altijd fantastisch als mensen even laten weten wat ze van de poll vinden. En de poll van deze week was dat sport elke maatschappelijke kloof kan overbruggen. Nou, nu werd er best wel wat op gereageerd. En de meerderheid zei ja. Maar er was ook eigenlijk wel een groot percentage wat zei nee. Eigenlijk kan sport niet elke maatschappelijke kloof overbruggen. Wietse, jij deelde net al even over hoe dat zelfs over taalbarrières ging. Zeg maar culturele barrières daar in Brazilië. Wat zou jij antwoorden op deze poll? Ongetwijfeld ook ja. Ja? Ja. Ja, ik heb ook gezien van eigen ervaringen van dat sport. We zien het ook tijdens bijvoorbeeld WK's. Van sport verbindt zo erg. Niet alleen het samen sporten, maar ook alles wat eromheen gebeurt. Sport is één dezelfde taal. En als we kijken ook in de wereld van, er zijn zoveel mensen die of sporten of sport kijken of iets met sport hebben. En als ik dan ook zie van, als je alleen al met een bal op straat komt, dan komen vanzelf mensen naar je toe. En dat sport, dat nodigt dus mensen uit. Maar ook iedereen begrijpt de taal van sport. En als je dan samen bent, dan praat je niet meer over een politieke issue of over je geloofachtergrond of over je cultuur. Maar dan is het juist het sport het moment wat je samen doet. En dan vergeet je ook alles om je heen. En dat heb ik ook gezien uit eigen ervaring. Dat ik heb gesport met moslims, met mensen die juist echt letterlijk tegen vluchtelingen waren. Terwijl de Syriërs op het veld waren en dat samen kwam. En dat was voor mij echt wel een moment dat ik dacht van, wow, dit sporten, dat verbindt en dat dicht echt een kloof. Ja, wellicht hebben de mensen die nee geantwoord hebben gewoon helemaal niks met sport. En die denken, no way, ik moet niet eens denken aan zo'n bal en dan achter zo'n balletje aanrennen en dan ook nog zo'n bal een schop moeten geven met oog op een doelpunt te maken. Ja. Maar je zegt van, hey, eigenlijk ontstaat die dynamiek vanzelf. Dat als je met een bal buiten loopt en je loopt in de wijk, dan ontstaat er vanzelf interactie met of zonder woorden. Ja. Ja, en ook als ik bijvoorbeeld kijk, als je helemaal niet van sport houdt, van als je kijkt naar een WK of een EK, als het Nederlands voetbal elftal speelt, als ik kijk in mijn eigen wijk, van iedereen, de hele buurt, die gaat naar buiten, hangt slingers op en er komt zo'n scherm buiten. En buren van wie ik eigenlijk nooit iets hoor of spreek, die zitten met elkaar in één keer met de armen om elkaar heen en die staan te juichen, te springen. Dus daarin zie ik ook wel, terwijl ze niks met sport verder hebben, dat je echt wel ziet van het brengt mensen samen en dat is prachtig. Ja, Nederlanders zijn nooit zo trots op het vaderland of om Nederlander te zijn. Je ziet zeer zelden vlaggen, behalve nu met alle protesten. Maar voor de rest heb je zeg maar niet echt heel veel patriotisch gevoel in Nederland. Totdat Nederland gaat voetballen soms de schaatsers of een tennis wat. Maar ja, dat is natuurlijk echt wel bijzonder. En Athletes in Action, dat is de organisatie waarmee jij dus naar Brazilië ging in 2014... Je werkt vandaag de dag ook voor die organisatie. Wat is eigenlijk Athletes in Action? Ja, Athletes in Action is een christelijke sportorganisatie wat jouw sport en geloof samenbrengt in één.
En wij organiseren allemaal soorten activiteiten voor verschillende doelgroepen. Zoals in de zomer hebben we heel veel sportkampen voor tieners, waar ze een week lang gaan sporten. En ook meer over God, over Jezus leren. En ook vriendschappen opbouwen. En we hebben outreaches, noemen we het. Dus reizen naar het buitenland, waarmee je gaat sporten met lokale bevolking. Wat jij bijvoorbeeld deed in Brazilië. Ja. En dat... Dat hadden we in het verleden ook in heel veel andere landen, maar vanwege de pandemie is het even wat beperkt gebleven. En door het jaar heen werken we ook samen met lokale kerken om juist de kerk te helpen om in hun eigen wijk connectie, verbinding te krijgen met de mensen uit hun wijk. Nou, niet zozeer alleen over het geloof te praten, maar juist elkaar weer te zien en die verbinding te zoeken. En gewoon is elkaar leren kennen. Omdat we echt wel zien dat sommige kerken hele hoge kerkmuren hebben, letterlijk. Maar dat het soms ook lastig is om gewoon even naast iemand te staan, om zichtbaar te zijn. En we gebruiken sport daarvoor om juist de mensen uit de wijk te ontmoeten, te leren kennen en te weten van wie ben je en wat doe je en kunnen we ergens mee helpen. Dus eigenlijk overbrug je dan vanzelf die kloof tussen mensen die in de kerk zitten en die wellicht niet zoveel binding hebben met mensen in hun wijk. Ja. Waarbij mensen in de wijk misschien denken, oh, die christenen. Ja, ik weet het niet. Misschien vinden ze wat van me of hebben ze een oordeel over me. Ja. En dat juist door dus te sporten, of zeg maar dat ze zien dat de kinderen sporten, dat daar dus wel verbinding ontstaat, dat gesprek ontstaat. Ja, klopt. Ja, dus het werkt echt twee kanten op. En dat doen we door verschillende plekken door heel Nederland. En dat, dat is echt, daar ben ik zelf ook het meest mee bezig. En vind ik ook mooi om juist in de voetbalkoortjes weer aanwezig te zijn, om juist de jongeren te ontmoeten. En waar we het net over hadden, van alles wat er speelt bij jongeren, om daar eens in mee gesprek in te gaan. En juist omdat ik ook weet van jongeren hebben ook weer rolmodellen nodig. En ook antwoorden nodig op hun vragen. En het is zo mooi en echt een voorrecht om daar vanuit je eigen ervaring met ze op weg te lopen. En ze even een setje in de goede richting te brengen. Voel jij je een rolmodel? Eerst niet. Totdat er echt jongeren naar me toe kwamen die echt positief tegen me op zagen. Je hebt... Jouw verhaal en hoe jij hier bent, dat jij hier ook je tijd met ons doorbrengt, dat is zo belangrijk voor mij. Een voorbeeld is dat ik een keer was uitgenodigd bij jongeren thuis op zijn verjaardag. Een jongen die vroeger echt heel erg gepest werd vanwege zijn uiterlijk. En hij kwam bij ons op een plek waar hij gewoon mocht zijn wie hij is, met een nieuwe vriendschap opbouwde. En hij zei van, ik wilde je uitnodigen op mijn verjaardag. En ik kwam daar thuis en toen kwam die moeder helemaal in tranen naar me toe. Ze bleek ook dat zijn ouders uit elkaar waren. En die moeder die zei van, ik weet niet wat je met mijn zoon hebt gedaan, maar hij straalt weer en hij heeft het over jou. En hij vindt je echt een hele toffe gast. En het is zo bijzonder dat hij een rolmodel heeft zoals jij. Dus dat was voor mij echt wel dat ik dacht van, jongen, dat besefte ik eerst helemaal niet. Maar dat is heel tof, maar het is ook best een hele grote verantwoordelijkheid die je dan in één keer hebt, als het ware. Ja, zeker. Ja. En nu is ook wel belangrijk om bewust te zijn van, wat zeg je wel, wat zeg je niet. Ook wel van, heeft het toegevoegde waarde voor zo'n jongere of niet? Hoe ik doe of wat ik van iets vind. Dus dat het heeft een grote verantwoordelijkheid. En dat moet je wel inderdaad weten van tevoren. Om daar goed mee om te gaan en ook de juiste dingen te zeggen. Ja, en ik zie het vooral ook als een groot voorrecht. Van een grote verantwoordelijkheid en een mooi voorrecht. Ja, ik moet denken aan een podcastopname die ik met Cor van Houwelingen ooit had. Hij was ook betrokken bij Athletes in Action, of eigenlijk bij Ubabalo. Dat is iets wat in Zuid-Afrika is ontstaan, ook met voetbal. Om juist ook door middel van sport ook het gesprek over levenslessen aan te gaan. En gewoon, gewoon over het leven te praten met jongeren. En hij zei ook van, de reden dat het mij zo heel erg raakt om met dit aan de slag te gaan, is dat er zoveel kinderen zonder vader opgroeien. Of die hebben misschien wel een vader, maar die vader is afwezig. Of die vader is niet echt in beeld of niet betrokken in de levens van de jongeren. Terwijl je dat eigenlijk nodig hebt. En hij voelde echt de drang om daar een rolfiguur in te zijn. Om als het ware een beetje een vaderfiguur. En voor hem was dat ook, hing dat samen met God die zichzelf ook laat zien als een vader. Dat hij echt dacht, hoe mooi is het als ik een stukje van Gods hart als vader laat zien aan de jongeren die ik tegenkom. Herken je dat ook, die vaderloosheid misschien wel? Ja, zeker. Ja, en het lijkt wel steeds meer toe te nemen, helaas. Ook in ons land, in Nederland. Van, er zijn zoveel jongeren die wel vaders hebben, maar die inderdaad, wat je zegt, afwezig zijn. Hun ook niet bevestigen, maar juist negatief beïnvloeden. Of ze het doorhebben of niet. Misschien komen zij ook weer natuurlijk vanuit dezelfde achtergrond. Hebben zij misschien ook geen vader gekend.
En dat zie ik wel echt heel veel om me heen. En dat is, wat zijn de gevolgen daarvan? De gevolg is denk ik wel dat ze, als ze laten opgroeien tot volwassenen, dat ze op een gegeven moment zelf ook een man zijn of vader worden en niet hun verantwoordelijkheden nemen richting hun kinderen en richting de mensen om zich heen. En daarin echt wel keuzes maken die nare gevolgen kunnen hebben voor hun omgeving en voor hunzelf. En dat, ja, dat ze een heel ander pad gaan bewandelen dan ja, wat goed voor ze is. Wat zou je de vaders willen zeggen? Je bent zelf ook vader. Ja. Wat zou je elke vader mee willen geven als die, zeg maar, ook richting zijn kinderen? Ja, in ieder geval wat ik altijd probeer is om altijd beschikbaar te zijn voor je kinderen. Om ook prioriteit te stellen van oké, weet je, soms komt heel veel op je af, maar maak ook echt tijd voor je kinderen. Wees beschikbaar. Wees er niet alleen als je er fysiek bent, zeg maar, dat je naast de tv zit, maar echt beschikbaar. Dat je zegt van, hey, dat je ook eens een keer met hun gaat praten. Soms even apart neemt, even quality time opnemen. En om daarin ook je kinderen te leren praten. Van, hey, hoe is het nou echt met je? En ja, daarin tijd te investeren. Misschien de beste tip. Pak een bal, ga naar buiten, ga even ravotten of ga even stoeien met elkaar. Ja, dat doe ik wel met de kids. Lekker stoeien en dan even alle energie eruit. En dan het mooie is ook wel, vaak komen dan toch wat verhalen naar boven. Als ze ergens mee zitten of juist wat ze willen delen. En dat is een heerlijke combinatie. Ja, dus juist de spelvorm en vervolgens komt dat gesprek vanzelf. Of ja, je hoeft het echt niet te forceren. Nee. Super mooi. Ja. Hoe denk jij dat dit nummer heet, Marije? Ja, het haakt heel erg aan op het gesprek wat we hebben. Dat God ons kent, zeg maar. Dat hij weet wat je bezighoudt. Dat hij weet wat er door je heen gaat. Dus het zou vast wel zoiets zijn, ja. God only knows. God only knows. Hoe kan het ook anders, hè? Ja. Ja, dat vind ik wel heel tof, hè. Want uiteindelijk is dat wel een beetje wat jij, Wietse, ook deelde tijdens het interview wat we vanavond hebben. En als je nu pas aanhaakt, ik zou zeggen, luister zondagavond, want dan komt Wietse nog een keertje voorbij. Dan kun je heel het interview nog een keertje luisteren. Of luister een van onze podcasts, want eigenlijk deelt elke luisteraar hetzelfde. Dat God weet wie je bent. En dat God je kent en zegt, hey, ik hou van jou. We hadden het net over vaderloosheid in deze maatschappij. En hoe Wietse ook vanuit de organisatie At Leads in Action daar juist ook van betekenis in wil zijn. Door te gaan sporten met gasten. Van betekenis te zijn. Een rolmodel te zijn, zoals je net zei. En eigenlijk de impact ook van vaderloosheid. Daar hadden we het net even over. Ja. Kun je ons nog eens meenemen in verhalen met jongeren? Dat je zei van, hey, eigenlijk als ik dan die gastjes van 12, 13, 14, 15, 16 jaar ontmoet in die voetbalkooi. Ja, dan raakt het me ook wel, omdat ik zie wat er dus eigenlijk gebeurt. Ja en dat wat je zegt, de vaderloosheid is zo'n item vandaag de dag. Wat je ziet gebeuren. En een concreet voorbeeld is, ik heb een tijdje in Rotterdam gewerkt. Bij Delfshaven, een beetje de achterstandsbuurt in Rotterdam. Onder de Marokkaanse tieners. Echt een prachtige groep om samen mee te sporten, te voetballen. Ze zijn vast erg fanatiek. Heel fanatiek, ja. En ook supergoed. Het is ook echt, iedereen heeft zo'n winnaarsmentaliteit. En het was ook zo geniet om daar te zijn. En om de jongeren te leren kennen. En tegelijkertijd zag ik ook de realiteit van waarin ze opgroeien. En dat ligt echt parallel met zeg maar de vaderloosheid. Dat de jongeren, of tieners zelfs, van 12, 13 jaar kwamen met een mes in een broekzak. Eentje had een mes mee en die moest hij inleveren. Want ik dacht van, als hij boos is, dan... Maar toen hij zei van, ja, maar ik wil graag gewoon mijn mes terug zo meteen. Ik zeg, ja, maar hoezo dan eigenlijk? Ik ben wel benieuwd van, waarom heeft hij een mes mee? En hij gaf aan, hij had ook een klein stukje van zijn oor, die was kapot. En hij gaf aan dat hij vorig jaar, of een jaar daarvoor, was hij in elkaar geslagen en was hij mishandeld. En nu neemt hij ook een mes mee, echt puur uit zelfverdediging. Dat ik wel dacht van, zo, dan ben je 12 jaar en dan heb je zoiets heftigs meegemaakt. Dat is dan één verhaal. En de oplossing was om een mes mee te nemen en zo hard mogelijk terugsteken als er wat gebeurt. Ja, dat is ook wel een beetje de cultuur volgens mij onder de jongeren. Ik heb laatste keer documentaire gezien, ook over wapens. En dat ze zeiden, ja, maar als ik geen wapen bij me heb, pakken ze mij. Dus ik moet wel een wapen hebben. Zeg maar echt die onveiligheid, kromheid van denken. Ja. Want ze voelen zich ook echt onveilig. Omdat je weet nooit wie je op straat tegen kan komen. Vooral als ze een beetje bezig zijn met dingen die je misschien beter... voor risicogedrag, waarvan je weet van, oh ja, shoot. Maar dan zeggen ze ook vaak, ja, maar als ik straks ouder ben, dan ga ik een normaal leven opbouwen. Dat kwam ook zo terug in die documentaire van,
weet je, nu ben ik een beetje drugs aan het lopen of geld aan het verdienen of nou ja, bezig met dingen waarvan ik denk, nou, dat blijf ik niet altijd doen, maar straks stap ik er wel uit, alsof dat straks nog kan. Ja. Ja, en ik denk vooral op die leeftijd dan denk je nog niet zo ver weg. Denk je van, nou, het gaat zo meteen wel weer over. En daarin was ook één jongen die had, een jongen van 13, die kwam met een heel stapeltje met briefjes van 50. En dat was denk ik wel bijna 1000 euro bij elkaar. Dacht ik van, op die leeftijd al, zeg maar daarin, dan weet je van, dit is niet helemaal koosje. Ik heb kranten rondgebracht. Hey, maar Wietse, wat als zo'n gozertje jou aangeeft van, joh, ik wil mijn mes straks weer terug. Wat heb je gedaan? Heb je dat mes ook daadwerkelijk weer teruggegeven? Ja, ja, dat wel. Toch wel? Ja, 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 het is ook wel. We zijn er niet vanuit de gemeente zelf dat we daar werkzaam zijn. Weet je, we willen ze ook respecteren in hoe ze leven. Maar wel daarnaast, kijk, ik gaf het mes terug en daarnaast ook echt wel meegegeven van dit is niet de oplossing. En het mooie was wel van die jongen kwam die week daarna weer terug en daarna weer. En het vertrouwen wat ik had gegeven door het mes weer terug te geven was zo groot dat hij mij ook serieus nam en ook. Ja, de liefde die ik wilde uitdelen van God de Vader. Dat hij dat ook serieus nam. Dus de volgende keer nam hij dat mes. Of dat mes liet hij dan thuis? Hij nam het weer mee, maar gaf het direct aan mij. Kijk. Dat, ja. Raakt het je dan ook? Bittig, dat hoor. Je ziet van dat ze zo vertrouwen stellen in veiligheid zoeken. In dus wapens. Of dus in geld verdienen. Of in drugs lopen. Of in status. Of wat dan ook. Dat ze daar, misschien herken je daar in jezelf wel. Wat je deelde in het eerste uur van, hè, ik wilde er zo graag bij horen. Ik zocht zo die verbinding op met de leeftijdsgenootjes in die voetbalkooi. En dan met drugs te experimenteren. Maar ergens was ik heel erg zoekende naar wie ben ik. Is dat eigenlijk ook ten diepste wat je dan dus terugziet bij die gastjes? Ja, ik denk het wel. Ja, ja, dat is echt, als je ze één op één spreekt, dat zijn echt schatten van jongens. Dat met zo'n mooi hart. En dan hoor je ook de verhalen achter de voordeur van waar ze vanuit zijn opgegroeid. Een vader die inderdaad veel weg is. Soms ook echt wel een harde opvoeding. Dat ik denk, van, het is ook niet gek dat je zo deze keuzes maakt. En dat je nu hier bent gekomen met je hele rugtas. En dat raakt me wel. Omdat ik ook gewoon weet van, je wilt hem alles geven. Alle liefde geven. Het leven geven wat de jongen nodig heeft. En dat kun je niet alleen. En dat het mooie is wel van om daarin. De liefde van God als vader te kunnen delen met die jongen. Om dat, juist dat stukje te vullen in zijn hart. Wat hij zo hard nodig heeft. Die bevestiging. Dat is. Soms gaat er een hele lange tijd overheen. Soms zijn ze er ook helemaal niet open voor. En dat is prima. Maar ik weet wel van binnen. Ik blijf ervoor gaan voor die jongens. En er komt een dag dat ze ervoor open zullen staan. Het is echt heerlijk om je passie zo te zien en te ervaren. Nou, zeg je nu van, hey, ik wil meer weten over die organisatie Elites in Action. We komen zo bij je terug om je daar alles over te vertellen. Over hoe je kunt ontdekken welke organisatie dat het is. Wietse, de Oranje Vrouwen hebben een tegendoelpunt gekregen. Dus het is 2-1. Spannend. Ja, spannend hoor. Ja, zweten hier. Ik was al benieuwd wat de huidige stand was. Dus dankjewel Rien voor de update. Yes, dankjewel. Ja, toch mooi hè, dat we zo trots mogen zijn op die Leeuwinnen. We zitten hier met een voetbalfanaat aan tafel. Die zijn avond wilde opofferen om met ons in gesprek te gaan over het leven, zijn leven. En ook wel hoe dat wellicht door voetbal heen hij eigenlijk een ommekeer had in zijn leven. Waarin hij vroeger zich afvroeg, ja, wie ben ik nu eigenlijk? Maar ergens in Brazilië, toen hij daar op reis was, ontmoette hij God. En zette dat zijn leven op zijn kop. Zeggen jullie van, hey, ik heb het interview gemist. Haak zondagavond lekker aan, ook om 8 uur. Dan kun je de replay horen en kun je nog meer horen over zijn leven, over zijn werk, over zijn ervaring en meer over God. Hey, maar ik ben wel benieuwd. Je hebt een heel prachtig verhaal gehouden ook over de organisatie Elites in Action. Ja. Waarmee je naar Brazilië was, waar je vandaag de dag ook voor werkt. Wat als mensen zeggen van, hey, ik wil aanhaken, ik wil meer weten, ik wil een keer mee sporten. Met een team van Elites in Action. Waar kunnen ze dan meer informatie vinden? Ja, dat kan allemaal. Het is echt voor iedereen. En meer informatie kun je op de website vinden. Dat is www.elitesinaction.nl. Het is een Engelse naam, dus check het even op Google of je het goed schrijft. Dan komt het vast helemaal bovenaan te staan. En wat leuk is ook, is om jullie ook alvast uit te nodigen. Want volgend jaar bestaan we 25 jaar. Zo. En dat gaan we heel groot vieren op 16 april. In Zwolle hebben we Landstede, dat is een basketbalhal, afgehuurd. Waar we het gaan vieren met elkaar. Door middel van sport, met geloof, mooie verhalen.
En er zullen ook echt wel verhalen ook zijn van bijvoorbeeld oud voetballers of recente voetballers die ook met God leven. Dus mocht je meer willen weten, check in op de website. Daar moet nog geüpdate worden, zag ik. Er zat nog het oude event in, maar dat komt één deze week. Ja, dat heet het Family Event. Het Family Event, ja. Het is voor families van jong tot oud. Ouders, kinderen, iedereen, ja. Nou ja, nu zit Wild FM in regio Amsterdam. Doen jullie hier in de buurt ook iets? Ja, ja, we zitten ook in Amstelveen. Er wordt elke eerste zondag van de maand in de wijk gesport. Heet ook Athletes in Action Amstelveen. Kun je ook op internet opzoeken waar het precies is, de adres. En daar is iedereen welkom om lekker een balletje te trappen. En of te hangen, lekker gezellig met elkaar. Dus dat, ja, zeker. Ja, dat is gewoon tof. Dus dan kun je gewoon lekker het fietsen of met de auto daar naartoe. Ja. Om gewoon eens te kijken van, jij bent heel vurig erover. Je bent er echt helemaal vol van. Om gewoon eens mensen te ontmoeten die wellicht ook op een hele laagdrempelige manier gewoon eens kunnen bomen over je leven, over datgene wat je bezighoudt. En die gewoon echt aandacht voor je hebben. Want dat is wel wat ik proef. Als je het hebt over die gasten in Rotterdam of waar je uitgenodigd werd voor die verjaardag, dat die moeder naar je toe kwam van, maar wat heb je met mijn zoon gedaan? Gewoon, zijn ogen glimmen weer, hij is vrolijker. Dat kan alleen maar door een stukje echte aandacht. Ja. Is dat ook echt de sleutel waarvan je zegt van, dat is ook echt wat het allerbelangrijkste is, omdat wellicht God ook die onverdeelde aandacht ook voor jou heeft? Ja, dat is wel echt waar we voor staan en wat we willen meegeven aan iedereen. Dat ze zich gezien voelen, gekend, gehoord. Dat ze er mogen zijn. En die aandacht, die delen we graag met iedereen die komt. En dan maakt niet uit van wat je bent of wie je bent. En iedereen is welkom. Ja, dus ik vind het een prachtig slotakkoord voor deze uitzending. Wietse, enorm bedankt voor je aanwezigheid. Voor je verhaal, voor al het mooie wat je vanavond wilde delen. Voor je passie. En Rien, ik vind het is de eerste keer dat wij samen live in de radiostudio zitten. Klopt. Ik vond het echt superleuk. Ja. En ik kijk uit naar alle weken dat Joost nog op vakantie is, zodat we heerlijk samen radio kunnen maken. Hopen dat hij nog lang in Spanje van de Spaanse zon mag genieten, zeg maar. Hè? Ja. Nou, mooi. Volgende week hebben we Antoinette Moraal bij ons in de studio. En we kijken daarna uit. Tot dan. Yes. Okay, jullie ook allemaal bedankt. Joop.